Van bananenstam tot stof, dat houdt het GoBana-project in. Het gaat in deze om een pilotproject waarbij de vezel van de bananenstam verwerkt wordt tot onder andere boodschappentassen, hetgeen zorgt voor werkgelegenheid in Suriname. Dit zegt Linde Breeveld, projectcoördinator van GoBana. Het project wordt ondersteund door enkele particulieren en een mondiaal fonds, een wereld te winnen van gemeente Tilburg in Nederland. Met dit pilotproject wordt de techniek in Suriname gebracht om de bananenvezel te benutten. Door het gebruik van de boodschappentassen zullen er minder single-use plastic tassen nodig zijn. Daarom maken wij gebruik van deze nieuwe techniek van bananenstam, zegt Breeveld. Als we af willen van het plastic, moeten we ook alternatieven hebben. Natuurlijk kunnen we allerlei tassen gebruiken en dat is de bedoeling. Neem je boodschappentas weer mee naar de winkel. En de boodschappentas is een symbool van help mee onze natuur schoon te maken. Want die tassen hebben we niet meer nodig en bovendien ze worden straks ook afgeschaft. Dus beter van tevoren eraan wennen en positief gebruik maken van het moment. En met het maken van de vezel gaan we allerlei vrouwen die daar interesse voor hebben. We hebben nu inheemse vrouwen benaderd, omdat zij al bekend zijn met het verwerken van vezel. Denk maar aan de Mauritiepalmvezel. Daar maken ze prachtige dingen mee. En in plaats van Mauritiepalmvezel kan ook de bananenstamvezel gebruikt worden. Dat hebben we al ontdekt. Dat hebben ze ook laten. Het project biedt ondersteuning aan vrouwen die tassen van deze bananenvezel maken en hierdoor wat extra kunnen verdienen. Volgens Breeveld maken de vrouwen van Kalebaskreek, Grankreek en Tijgerkreek, Uitkijk en Powaka actief gebruik van de gecreëerde werkgelegenheid. Ze zijn erg enthousiast. Ze zijn enthousiast omdat ze dus op hun eigen manier kunnen werken. Er zijn vrouwen die werken met spintollen. Dat is dus ook iets wat ze al kennen doordat ze katoenen hangmatten gewend zijn al te maken. Ze gaan ook vlechten en de dingen bij elkaar naaien. Ze maken ook hun eigen model, hè? Hun eigen design. En dat maakt het gewoon heel prettig dat je eigenlijk zo kan instappen. En nu willen we dus graag ook een oproep doen, omdat dit onze kerngroep is. Hier uit de kerngroep zijn er ook vrouwen die workshops kunnen geven, omdat ze al heel erg ervaren zijn. En we gaan dus vragen aan vrouwen van sluit je aan, ga ook meedoen met allerlei technieken die je kent. Haken, weven, ook al kan je niet zoveel, je kunt wel vlechten. Dat je ons helpt met basismateriaal waar we dan weer tassen van kunnen maken. Dat was Linde Breeveld, projectcoördinator van het GoBana-project. Een pilotproject waarbij de vezel van de bananenstam verwerkt wordt tot onder andere boodschappentassen. Het project is afgelopen zaterdag gelanceerd te huizen Lindeslust in het district Saramaka.